NEC speelt zaterdag alweer de laatste wedstrijd van 2020. Vorige week wist NEC te winnen bij Dordrecht met 2 doelpunten in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Het was voor het eerst in meer dan 30 jaar dat NEC uit wist te winnen bij Dordrecht. Ja, ik heb gehoord 45 jaar geloof ik zoiets. Hè? Dus toen was ik er nog niet bij. Maar overwinning die telt, 3 punten. Dus voor de rest zijn we niet zo bezig geweest met de geschiedenis. Dat werd ons eigenlijk pas verteld op de dag van de wedstrijd. Maar 3 punten altijd lekker en goed begonnen, daarna een matige wedstrijd. Maar ja, goed, uiteindelijk wel gewonnen. Siep van Ottelen maakt een bijzonder jaar mee met ook zijn eerste basisplaats. Maar wat is nu zijn moment van 2020? Ja, ik denk wel de wedstrijd tegen NAC uit. Dat we 1-0 winnen met een selectie waar mensen het niet van verwachten, denk ik. 8 spelers hadden corona ineens en we moesten er ineens staan met z'n allen. Dus dan 1-0 winnen bij NAC is niet de minste ploeg natuurlijk. Dat is natuurlijk wel mooi. Trainer Rogier Meijer is ook blij dat het jaar er bijna op zit. Ja, zeker. Apart jaar. Ik denk als je over een jaar of 10 daarop terugkijkt, dan weet iedereen wat 2020 voor jou was. Hè. Corona natuurlijk, zonder publiek spelen. Spelers afwezig door dat virus. Ja, dat is wel een bijzonder jaar. En moeten we goed afsluiten. En ja, hopelijk gaat het volgend jaar wat makkelijker allemaal. Alleen ja, de vooruitzichten zijn nog niet top natuurlijk. Maar nogmaals, ja, we moeten die wedstrijd of dat jaar goed afsluiten met die wedstrijd. Tegenstander zaterdag is Top Os, een ploeg die in vorm is de laatste tijd. NEC zal zelf het spel moeten maken tegen een ploeg als Top Os. Ik denk stugge ploeg. We hebben de laatste 5 wedstrijden niet verloren. 2 gelijk, 3 gewonnen. Hè, dus je zal ook een goed gevoel hebben. Team wat waar het verdedigend best goed voor elkaar heeft. Geeft weinig goals weg. Maar scoort ook niet zoveel. Ik denk dat wij het spel moeten maken. En wij moeten zelf denk ik goed aan de bal zijn om kansen te creëren. En ja, op het moment dat je dat doet en jezelf wat makkelijker maakt door doelpunten te maken. Ja, dan kan het wel een goede wedstrijd worden. NEC tegen Top Os is zaterdag weer live te volgen bij RN7 vanaf 4:30.